geachte decorandi en familie, vrienden, belangstellenden, de leden van het college, van harte welkom op het gemeentehuis van Lansingerland op deze bijzondere bijeenkomst. Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander worden op dit moment in alle gemeenten in Nederland koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dus ook bij ons. En ik vind het een grote eer dat ik aan 6 inwoners van onze gemeente een koninklijke onderscheiding mag uitreiken. Inwoners die, zoals we dat dan noemen, via de firma List en Bedrog hierheen zijn gelokt, niets vermoedend. En misschien mag ik u vragen, wie wist het vanochtend nog niet toen die wakker werd? Ja, ja. Ja, zo, kijk, we weten allemaal dat mensen ook niet zo heel makkelijk te misleiden zijn op deze dag. Dus het vraagt ook een inspanning. Maar dan zien we welke partners, welke familieleden heel goed zijn in List en Bedrog. Dus dat noteren we even hier. U bent hier naartoe gelokt om bedankt en geëerd te worden voor uw jarenlange inzet voor de samenleving. En ik mag wel zeggen dat in zekere zin mede namens uw inzet Lansingerland die gemeente is waar mensen zo ontzettend graag wonen. En zonder anderen tekort te doen, geldt voor de inwoners die ik vandaag mag onderscheiden toch iets extra's. Zij hebben jarenlang, sommigen al tot een halve eeuw lang, het iets doen voor anderen en voor de samenleving tot een deel van hun leven gemaakt. En hun bijzondere prestaties en werkzaamheden zijn dan ook niet onopgemerkt gebleven. Besturen van organisaties en individuele bewoners hebben hun voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. En uit alle voorstellen blijkt dat de verdiensten van de decorandi breed gedragen worden. Het gaat hier echt om een erkenning van persoonlijke verdiensten. Om de figuurlijke kroon op het vrijwilligerswerk. We hebben dit jaar, en ja, voor mij is alles nieuw, maar dit is ook voor iedereen nieuw. We hebben de ceremonie dit jaar iets veranderd. Want het leek ons een goed idee dat niet ik als burgemeester, maar de voorstellers zelf, de mensen, de decorandi, u introduceren. Zij kennen u tenslotte het beste. Zij hebben uw prestaties van dichtbij meegemaakt. En zij gaan het u dus ook vertellen waarom u vandaag uitverkoren bent, als ik het zo mag noemen. En daarvoor hebben wij 6 filmpjes de afgelopen tijd opgenomen. En die zullen ons door deze ceremonie heen leiden. We willen wel getuigen hebben natuurlijk. Ja, gaat goed. Gefeliciteerd. Ja. Bloemen. Ja hoor, dat lukt prima. Gefeliciteerd. En de bloemen, in dit geval voor uw vrouw, ja, dat heb ik maar gevraagd. Dank u wel. Alsjeblieft, van harte. We gaan zorgen dat we er geen gaten in maken. Althans niet onnodig. Anders. Precies, dat ook schat. Dank u wel. Gefeliciteerd. Goed zo, ga ik wel weer weg. Laat hem draaien. Dat is echt. Gefeliciteerd. Fijn. Dat u hier mag ontvangen en dit mag uitreiken. Kijk, dat is kwaliteitsstof, dat gaat moeilijk, hè? Oh. Van harte, alsjeblieft. U ook gefeliciteerd?